Goedemorgen kijkers in Den Landen en ik hoop dat we een beetje zuiver beeld hebben. Ook welkom vanaf de overzeese gebiedsdelen als je vanaf daar kijkt. Het is weer zaterdagochtend. Je kijkt naar je favoriete rubriek, de achteruitkijkspiegel, de cake op de week van Autoweek. Ja, ik zit nog steeds alleen in de auto wegens coronamaatregelen. We mogen niet verder dan 1,5 meter van elkaar zitten. Nou, het is overheidswegen opgelegd. Dus vandaar dat we het maar even telefonisch doen. En mijn co-piloot van deze week, dat is Michiel Willebrands. En ik ga eens even kijken of hij je opneemt. Of dat allemaal net zo strak loopt als we het van tevoren hadden verwacht. Hij gaat over. Nick de Boer. Ja, Michiel, goedemorgen. Je bent live Hallo. In de uitzending, man. Hé, hey, wat leuk. Ja, ja. Hoe gaat het bij jou? Ja, alles rustig hier. Ik zit op mijn thuiskantoor. Ja. En ik kijk naar buiten waar de lucht blauw is. Ja, ja, dat is wel verleidelijk om naar buiten te gaan, hè? Ja, zeg dat wel. Ja. Jij krijgt er meer van mee, volgens mij. Ja, dat klopt. Ik mocht onderweg vandaag, ja. Ja. Hé, hey, hoe is het? Vliegen je huisgenoten en jij en elkaar al in de haren? Ik heb één huisgenoot, dat is een vrouw. En die is zojuist naar buiten gegaan voor een wandeling, dus het is hier heerlijk rustig. Ik zit met een paar katten om me heen en dat is het eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Hey, heb je überhaupt nog iets autogerelateerds gedaan deze week? Zeker wel, maar dat had voornamelijk met oude auto's te maken. Ik heb hier vanuit mijn huis heb ik Autoweek Classics ben ik aan het coördineren. Ja. Zodat die ook gewoon elke maand weer op de mat ligt. Ja. Qua fysiek autorijden is het een beetje ingeschoten de laatste. Ja, hè? Ja, ja, er worden weinig kilometers gemaakt, ja. Ja, ja. Nee, dat houdt niet over. Dat is natuurlijk leuk als je van autorijden houdt en gewoon eens even lekker een rondje gaat rijden, zoals jij nu doet. Ja. Maar laten we zeggen dat het voor het geld toch heel allemaal iets minder is. Ja, zeker. Ik zie wel aanlokkelijke benzineprijzen aan de pomp, maar... Wat kost zo'n literje tegenwoordig? Nou ja, dat gaat bij mij in de buurt al naar 1,44 voor de euro 95. Zo. Maar dat heb ik natuurlijk niet nodig, hè. We moeten 98 tanken tegenwoordig. Ja, ja, ja. Nou ja, ik weet niet waar je heen rijdt, maar volgens mij gaat daar wel 95 in. Ja, hier gaat 95 in. Ja, ja. We rijden in de Golf 8 deze week. Oh. En de kleur is iets van geel-groen. Dat hangt een beetje af van de mate van je kleurenblindheid. Maar ik zie geel in elk geval. Het is een opvallend kleurtje, dus die doet het lekker op beeld. Ja, want ik zat net nog even wat oude afleveringen terug te kijken in de spiegel. En volgens mij de laatste keer dat wij met z'n tweeën in een auto zaten. Dat was in jouw Alfa, in jouw 33. Ja, dat toen klopt. Hadden we het over de nieuwe Golf 8. Oké, okay, kijk, toeval bestaat niet. Ja. Nee, en toen zei jij van niet zo spannend natuurlijk allemaal, maar ja, misschien is dat toch anders als je erin zit en een rondje omheen rijdt en er wat kilometers mee hebt gedraaid. Ja. Dus dan luidt nu de vraag, wat vind jij van de Golf? Ja, ik ben er net cold turkey ingestapt. Ja. Ik moet zeggen dat het gewoon wel een heerlijk lekkere, comfortabele beleving is. Het is ook een auto waar je zo in weg rijdt, weet je wel. Dat is nergens een verrassing. Ergonomisch is hij natuurlijk helemaal top. En je hebt tegenwoordig geen meters meer, maar een display voor je neus. Wat vind je daarvan? Vind jij dat een verbetering of is het gewoon alleen anders? Nou ja, ik heb altijd een beetje moeite met de hoeveelheid informatie die je krijgt. En in zo'n auto. Gewoon van ja, wat maakt mij het actuele verbruik nou eigenlijk uit, weet je wel? Dat wil ik alleen maar. Dat zie je maar telkens per seconde zie je dat oplopen en afnemen en zo. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Ik wil gewoon weten wat het is over het algemeen. En, ja, weet je wat ik een beetje mis bij die digitale instrumentaria? En gewoon een hele simpele een knop waarbij je hem op extreem simpel kan zetten. Dus dat je alleen snelheid en misschien een toerenteller en dat soort dingen. Ja. Zeg maar wat de Saab vroeger als night panel had. Ja, ja, dat klopt. Ja, gewoon alles uit behalve de echt cruciale dingen. Want ik heb het, die Golf heb ik er nog niet in gereden, maar ik heb het bij nieuwe Audi's. Nou, elke keer als ik daar instap, dan ben ik een halve dag bezig om dat instrumentarium uit te vogelen met al die knopjes op het stuur. En ja, er zal vast een logica in zitten, maar ik heb hem niet zo snel. Nee.
Dus ja, wat mij betreft mag daar een kleine stap in worden gemaakt door het te kunnen versimpelen. Simpeler maken, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het een wens van velen is. Ja. Ik zie hier ook op twee plekken de snelheid, weet je wel. Eentje digitaal en eentje in een metertje. Ja. Waarom toch? Dat heb ik helemaal niet nodig, joh. Ja. Nee. Wij zijn simpele jongens van de oude school. Ja, precies. Die moeten meegaan in de moderne tijd, zullen ja, we zeggen. Ja. Hey, over modern en nieuwe tijd gesproken, heb je nog nieuws opgescharreld deze week? Nou ja, het valt natuurlijk lastig om de corona ellende heen te zeilen. Maar als we daar dan toch even iets uit moeten pikken. Ja. Dan kwam ik het berichtje tegen over fabrikanten die bezig zijn met het helpen met beademingsapparatuur maken, Ford bijvoorbeeld. Ja, dat hadden ook, we vorige week al gemeld. Ja, ja precies. Fabrikanten die zich toeleggen op het fabriceren van mondkapjes. Ja. Zoals Lamborghini. Ja, Lamborghini mondkapje, ja. Ja, ja, als je dan toch zo'n ding om je kop moet binden, hè, dan maar een Lambo. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk, de aanleiding stemt niet vrolijk, maar ja, het is ergens, heeft het natuurlijk toch wel wat. Ik hoop van harte dat als we hier over een tijdje met z'n allen op terugkijken en iedereen is weer gezond en het gewone leven draait weer een beetje, dat we kunnen zeggen, ja, maar ik heb wel een Lamborghini mondkapje. Ja, die heb ik voor €200 van eBay gehaald. Dat, ja. Dat was een koopje. Ja. Ja, want ze doen het alleen voor het ziekenhuis in de buurt ook, hè? Ja, volgens mij voorlopig wel, ja. Nou ja, ik kan ze geen ongelijk geven. Nee. Maar dit is natuurlijk wel een item, dat ga je TCT inderdaad wel op eBay tegenkomen. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar en dan ken ik verzamelaars die daar best eentje van zouden willen hebben, ja, denk ik. Ja, er komt de taxateur langs om te bepalen of het een echte is. Ja, 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 inderdaad. Daar heeft hij even onder de kap. Ja, ja. Ja, nee, dat. Nee, ja, voor de rest is het, houdt het allemaal niet over. De laatste Alhambra is gebouwd. Ja, ja, dat ja. Is, moeten we daar verdrietig over zijn? Nou ja, ik denk het niet. Tenminste, in Nederland niet. Dat hele segment, dat was natuurlijk wel klaar, of is wel klaar. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk mensen die zeggen van, ja, maar wat moet ik nou met mijn grote gezin? En, ja, grote MPV. Ja, die zijn er niet of nauwelijks meer. Ik heb even zitten kijken, in België heb je nog wel de van Ford, de Galaxy en de S-Max. Ja, okay, dus die worden in Nederland niet meer geleverd. Nee. Touran zag ik ook al niet meer staan bij Volkswagen. Nee. Ja, dan heb je nog Renault, die heeft nog een Espace natuurlijk, maar dat is niet meer de Espace zoals ze hem ooit kenden als echte rijdend kantoor. Nee. En dan heb je nog de Scenic en de Grand Scenic. Die komen nog redelijk in de buurt. Maar dan heb je het al zo'n beetje gehad, hoor. Ja, inderdaad. Dus aan 7-zitters blijft er weinig over. Ja, dan moet je toch in een busje met, zoals een Opel Zafira tegenwoordig is. Ja. En ik denk dat het tegenwoordig heus wel goed rijdt. Maar het is natuurlijk... Ja, maar aan de andere kant. Kijk, ze worden nu niet meer nieuw gemaakt. Nou, ze werden natuurlijk niet veel verkocht, de MPV's, maar ze werden verkocht. Dus de mensen die er wel eentje zouden willen hebben, die zijn straks aangeleverd bij occasions. Ja. Dus wat doet dat met de occasionprijzen? Ja, zouden de occasionprijzen omhoog gaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Het lijkt me toch sterk. Ik denk dat het segment een beetje gewoon echt aan het verdwijnen is. Ja, dat ook in de occasionmarkt mensen liever in een SUV rijden tegenwoordig. Dat denk ik ook inderdaad. Maar goed, als jij vier kinderen hebt of meer. Ja. Of met drie misschien ook al. Ja, dan is zo'n MPV. Ik zou het wel weten. Ja, dan lees je in de commentaren ook bij die Charan. Of die Alhambra, sorry. Ja, maar deze geeft weinig rijplezier. Ik denk van ja, dat raak je de koekoek. Ja. Daar is die auto ook net niet helemaal voor bedoeld. Nou ja, ik weet niet of je wel eens in een Ford Galaxy hebt gereden. Ja, dat was mijn volgende punt inderdaad. Ja. Dat zijn uitzonderingen. Ja. Inderdaad, S-Maxen en Galaxies. Ja. Nou ja, Ford's in het algemeen, die rijden evengoed nog wel fijn. Ja. Maar even door de bank genomen, koop je een MPV niet omdat je nou zo hard de hoek mee om kunt. Nee, dat is waar, ja.
Daar heb je je hobbyauto voor. Ja. Waarmee ik even eigenhandig een bruggetje zit timmer naar onze, mijn hobbyauto. Ja, ja. Ik ga morgen mijn Malibu uit de stalling trekken. Ja. Of laat ik zo zeggen, die laat ik uit de stalling trekken, zodat ik op veilige afstand in kan stappen. En dan ga ik eens kijken of die het nog doet. En dan ga ik denk ik gewoon eens even een beetje in de rondte rijden met mijn oude Amerikaan. Ja, leuk hoor, leuk hoor. Die het toch kan. Ja, ja. Nou ja, dat is lekker rustig ervoor, dus je hebt alle tijd. Ja, ja dat leek mij ook. Ja. En jij? Nog weekendplannen? Nou, nee. Ik heb tegenwoordig een die Rover 25 en daar heb ik van de week het dakhemeltje uitgehaald. Tenminste, dat heb ik helemaal losgemaakt. Want die moet opnieuw bekleed worden. Sorry, je hebt een Renault 25? Nee, een Rover 25. Oh, ja. Ik stond je verkeerd. Denk al, heb ik even iets gemist? Nee. Het is, maar die auto, ja, het dakhemeltje hing. En dat hebben ze natuurlijk allemaal. Maar dat laat ik fixen. Dus ik heb het losgemaakt. En ik ga zo meteen naar de bekleder toe. Oké. Nou, dat dus, zijn de leuke kleine projecten waar je nu de tijd voor. Ja, precies. Toch? Ja, ja. Heb je verder nog nieuws? Heb ik nog nieuws? Nee, eigenlijk niet joh. Nee? Ja, er gebeurt geen reet als je zo thuis zit. Nee, dat is ook zo. Ja, ja. We hebben natuurlijk normaal gesproken gewoon de dynamiek van je gaat 's ochtends de deur uit, je meldt je op de redactie, er wordt een hoop geouwehoerd en er worden dingen ondernomen. Ja. Maar ik zit voornamelijk binnen en dat is ergens wel prettig dat kan. Zo thuiswerkend, maar ja, er gebeurt dientengevolge niet bijster veel. Nee. Nou ja, dan sluiten we hier gewoon de week af, joh. Ja, en dan spreken we de volgende keer wel. Dan heb ik in ieder geval weer een paar verhalen op mijn Chevrolet, hoop ik. Ja, ja. En dan, wie weet wat ik allemaal meemaak, joh, onderweg. Nou, zo is het. Ja, nou goed. Ja. We gaan dus op naar het weekend en dan hopen we wel wat te beleven. Ja, daar gaan we maar vanuit. Ik wens jou nog een fijne rit met je Golf. Ja, dankjewel. En ik wens iedereen een goed weekend. Ik zwaai even naar mijn thuiscamera. Ja, oké. Dat zie jij natuurlijk niet, maar de mensen thuis wel. En ik wens jou een goed weekend en de mensen thuis ook. Ja, nou ja, ik doe hetzelfde. Mensen, een fijn weekend. En ik hoop dat er wat gebeurt, iets leuks. Ja, dat zou wel weer even leuk voor de afwisseling zijn. Oké. Yo, doei. Doei.